Goedenavond, dames en heren, en welkom bij Taal aan de Maas Extra. Welkom bij dit taalfestijn, georganiseerd door de Schouwburg Kuik, de huiskamer van de cultuur in deze regio, georganiseerd door BiblioPlus, de grootste culturele publieke instelling in de regio, door Omroep Land van Kuik en De Kneep. Wat is De Kneep? De Grote Van Dalen uit 1984 geeft het volgende antwoord. De kneep, meervoud knepen, daad van knijpen, duwen en knepen, een valse kneep, ook als liefkozing, een knipje in de wangen. 2. Indruk, overblijvend spoor van knijpen, de knepen staan nog in mijn arm. 3. Plaats waar iets geknepen, vernauwd of versmald is. Voor kleermakers en naaisters, de inval van achter in een kleed, de rok met een smalle kneep, de jas is te kort van kneep. 4. Gleuf, vouw, plooi. De knepen van een harmonica, de kneep van een elleboog. Bij een boek, gleuf aan de voor- en achterzijde van het bok tegen de rug aan, door sterke ijzeren linealen aaneengebracht. Een linnenkneep, een linnenstrokende kneep voor de stevigheid. 5. Kunstgreep, handigheid, truc, zet. Met name als listige en boze toeleg. Voel je de kneep? Dat zijn maar knepen, kunstjes, knepen. Daar zit hem de kneep. Dat is het fijne, het wezenlijke van de zaak. Of daar wringt hem juist de schoen. De kneep vatten, erachter zijn, weten hoe het toegaat. De knepen, dikwijls de kneepjes, kennen van het spel. Het fijne, de finesse ervan weten. Nou, al deze aspecten komen vanavond in dit verrassend programma aan bod. Maar, in de Van Dalen van dit jaar zou ongetwijfeld vermeld staan, de kneep is een schrijversplatform in het land van Kuik en Maasduinen dat deze regio wil voeden met liefde voor taal en regionaal taaltalent een podium wil bieden. En dat gaan we vanavond doen. Schrijvers, dichters, songwriters een podium bieden. En hier is als eerste Clean Piet met Raad me niet aan. Oh, ik wil jouw fantasie wel zijn voor een onbepaalde tijd. Wanneer je me leert kennen, dan raak je dat wel kwijt. En dan zijn het toch maar ogen. En dan is het toch maar haar. En alle woorden die gezegd zijn, wat daarvan was waar. Oh, ik raad me niet aan, maar ik raad me ook niet aan. Oh, ik raad me niet aan, maar ik raad me ook niet aan. Je mag wel dromen hoog, het is nog niet voorbij. Wat zie je als je naar me kijkt? Lijk ik dan op mij? Wat heb jij verzonnen? Wie heb jij bedacht? Wie hoor je als ik met je praat? Wie denk je dat er lacht? Oh, ik raad me niet aan, maar ik raad me ook niet aan. Oh, ik raad me niet aan, maar ik raad me ook niet aan. Ja.
Dankjewel, dankjewel Loes en René. Kijk, nou hebben we in een keer twee gasten. Hartelijk welkom. Loes Wijnhoven en Sophie Linsen uit Maashees, geloof ik. Ja. Nou, laten we met jou beginnen, want deze week werd bekend dat het Elsendaal College in Boksmeer de trofee van de weddenschap heeft gewonnen. Zij werden vorige week door Jean McCroy vanuit zijn hotelkamer bij het Songfestival gefeliciteerd. Dat doen wij nu ook, van harte gefeliciteerd, Elsendaal. En de felicitatie, daar ben jij onderdeel van en jij hebt een aantal boeken gelezen. Maar vertel eerst, wat is de weddenschap? Nou, de weddenschap was, je moest 3 boeken in een half jaar lezen. En dan kreeg je als per klas en per school en als leerling zelf kon je prijs winnen. Ja, en ik heb begrepen, er was iemand die had zelfs de hotelgids op zijn lijst staan, heeft hij gelezen. Maar we hebben niet kunnen achterhalen wie dat was. Jammer Loes, want anders dan had die het gesprek over kunnen nemen. Kende jij de hotelgids? Nee, maar het lijkt me eigenlijk best wel een leuk boek. Wat lijkt je er leuk aan? Ja, gewoon, ik vind de titel vind ik gewoon heel leuk klinken. Ja, maar als je weet waar het over gaat, dan denk je van, dat doe ik niet. Maar welke boeken heb jij gelezen? Nou, ik heb één boek dan niet meegenomen, maar dat was volgens mij Vals van Carrie Slee. Ja? En wat heb je wel bij je? Ik heb nu Schuld van Mel Wallis de Vries en Vlucht van Mel Wallis de Vries mee. En jullie moesten die boeken lezen, moest je er een samenvatting van maken of hoe werkte dat? Je kon als je wil kon je een beoordeling geven en je kon ook een recensie schrijven. Maar je moest hem wel op als gelezen zetten, want dan pas stelde het boek mee als dat je hem echt hebt gelezen. Ja, want anders kun je ze van alles wijs maken. Hè? Ja. Ja. En vond je het leuk? Ja, ik vond het hele leuke boeken. Ik vond het heel spannend. Mm-hmm. Maar toch ook wel soms wel mooi. Mm-hmm. Mag ik wat vragen? Ja. Moest je de boeken ook beoordelen met sterren? Of alleen maar met een... moest je alleen het verhaal te schrijven of ook sterren aangeven? Ja, je moest sterren geven en je moest gewoon een recensie zetten. En wat heb je bijvoorbeeld die bovenste van sterren kreeg die? Wat is de titel daarvan? Schulden, daar had ik van 4 sterren. 4 sterren? Ja, dat vonden we echt een... Dat was vrij hoog. Hè? En die andere? Ja. Ook 4 sterren. En Carrie Slee? Ik van Carrie Slee die vond, had ik ook wel 4 sterren, maar het is gewoon omdat ik die schrijvers ook echt gewoon heel mooie boeken vind. Je hebt goede boeken gelezen. Ja. Maar nou de hotelgids. Nou, we gaan kijken of je dat zou willen lezen. Loes, waar gaat het boek over? Het gaat over een vrouw, Louisa. Zij is zangeres. En ze vat het idee op om een hotelgids te gaan schrijven. Ze denkt, dat is mijn grote missie. Ik ga 10 hotels schrijven en dan heb ik aan het einde van het verhaal een mooi boekje met 10 hotelrecensies. Maar eigenlijk gaandeweg gaat het boek daar helemaal niet over. Het is vooral iemand die los wilt komen van haar eigen leven. En ze denkt dat de hotelgids daar een perfect excuus voor kan zijn. En het bezoeken van die hotelkamers en het schrijven van de recensies wordt meer een soort zoektocht naar zichzelf en wat het betekent om in hotels te leven, dan dat het daadwerkelijk gaat over die hotelkamers en hoeveel sterren. Elk hoofdstuk eindigt bij mij met een aantal sterren. Hoe beoordeel ik dit hotel? En dat is meestal een vrij objectieve beoordeling, terwijl het leven in een hotelkamer natuurlijk een heel subjectieve gebeurtenis is, waarbij je ook heel veel voelt en meemaakt en ook andere mensen ontmoet. En natuurlijk de kwaliteit van die ontmoetingen, die doe natuurlijk ook mee in de beoordeling van zo'n kamer. Dus je kunt het bijna niet echt objectief met sterren beoordelen. Maar dat wil ze wel heel graag. Mijn hoofdpersoon wil heel graag snappen wat er gebeurt en kunnen zeggen, ik vind het 3 sterren en door. En uiteindelijk komt ze erachter dat het misschien niet zo simpel is als dat. Dat je niet al je hele leven kunt samenvatten in een aantal sterren. Mm-hmm. Nou, als je dat nou zo hoort, zou je dan zeggen, nou, dat lijkt me een leuk boek. Ik vind het van wel, want... Nou, wie weet. Jullie hebben de prijs gewonnen omdat van het Elsendaal College het meeste deelnemers hadden. Leerlingen die meegenomen hebben. Ja. En als ik het goed begrepen heb, is de trofee. Jullie mogen een schrijver uitnodigen die op school komt. Kun je Loes niet voordragen? Ik zou het wel leuk vinden, want ik
vind gewoon dat je een spontane meid bent. Dit wordt een... Ja, ga door. Ja, ik kom heel graag. Ja, en ik wil best wel dat moederboek de hotelgids ook al lezen. En ja, ik... Want je zegt eigenlijk, dat wil ik wel, want je bent een spontane meid. Ja. Want ik zie ook dat je twee vrouwelijke auteurs hebt. Drie, ja. Trouwens, Carrie Sleek. Ja. Zoek je zo ook echt een boek uit dat je denkt, dat is een type vrouw dat bij mij past, waar ik iets van mezelf in herken en daarom wil ik dat lezen. Staat het misschien dichter bij je dan... Nou, ik zal geen andere typeringen, maar... Is dat een reden om die boeken uit te kiezen? Ja, en ik vind ook gewoon heel mooi de thrillers en gewoon realistische boeken te lezen. Ja. Nou, dan ben je bij de hotelgids aan het goede adres. Loes, toch even over het boek. Als je iets wil vragen, praat je gerust mee. Ja. Hè? Loes, straks praat ik met een andere schrijfster en die zegt het verhaal dat drong zich aan mij op. Dat is bij jou anders. Jij bent gewoon gevraagd om een boek te schrijven. Dat klopt wel. Dat klopt dat ik dat de uitgeverij me had benaderd. En toen had ik nog geen idee. Ik begon ook eigenlijk vrij losjes met de eerste hoofdstukken. Maar gewoon het leven van zo'n vrouw beschrijven. En het had nog niet echt een plot. Nog niet echt een verhaal. Ook nog geen hotelgids. Het gegeven van de hotelgids, dat zou ik wel kunnen zeggen. Dat voelde ik in één keer. Het was een beetje een dwalend persoon en ik voelde zij moet een missie krijgen. Zij moet een heel duidelijke opdracht krijgen waarmee ze aan de slag gaat, zodat ze kan onderzoeken wat ze wil of wat ze nu mist of waar ze naar verlangt. En toen ik dat idee van de hotelgids kreeg, toen voelde ik wel echt zo van, oh ja, dit is wat ze moet gaan doen. En eigenlijk vanaf daar ging het schrijven ook best wel niet vanzelf. Want maar het voelde wel zo van alsof in één keer wel aan me werd geopenbaard, wel door mijn hoofd, wat er in het boek moest gaan gebeuren. Terwijl de eerste hoofdstukken zijn vrij zoekend en dwalend. En er zit wel echt zo'n punt in het boek dat je voelt van oké, en nu gaat ze. Ja. Het is een boek over een vrouw die een hotelkamer zoekt, maar uiteindelijk op zoek is naar zichzelf, hè? Het is een roman, een verzonnen verhaal, maar hoeveel van Louise, de hoofdpersoon, zit in jou? Of is zitten van jou in haar, zo moet ik het vragen? Ja, vrij veel. Ik kan wel zeggen, ik heb geen hotelgids geschreven, maar ik heb natuurlijk wel een hotelgids geschreven, want daar ligt die. En dat zijn natuurlijk wel de parallellen. Voor mij was het schrijven van dit boek, de hotelgids, ook wel een manier om los te komen van mijn muzikantenbestaan en me op iets anders te storten. En dat doet die vrouw natuurlijk ook. Alleen gaat zij letterlijk van een zangcarrière naar een wereldreis waarin ze hotels bezoekt. Ik heb geen wereldreis gemaakt. Maar ik heb wel een aantal mensen gehad die niet heel erg blij waren om zichzelf in het verhaal te herkennen. Dus er komen wel degelijk mensen in voor die in mijn echte leven ook voorkomen. Het lied wat jullie straks of net gezongen hebben, Raad me niet aan, is een beetje geschreven vanuit het perspectief van Louise. Ja. Maar zou je juist niet zeggen van, je moet het iedereen aanraden om een beetje vrij te zijn, te zoeken naar jezelf? Wat ze eigenlijk daarmee bedoelt met die, ik raad me niet aan, maar ik raad me ook niet af, is eigenlijk die haar enorme avonturiersdrift van... En ze weet ook van, ik zal niet lang blijven, want ik weet nu al, volgende hoofdstuk zit ik weer ergens anders. Dus ook in de mensen die ze tegenkomt, denkt ze ook van, als ik jou was, zou ik het niet doen. Ik raad me niet aan, maar ik raad me ook niet af. Want ik wil het avontuur aangaan, dus, en we zien alweer het bij het schipstrand. Dus het gaat meer over de hele tijd op zoek zijn naar verbinding en tegelijkertijd ook ongebonden willen zijn. En dat is natuurlijk een enorme tegenstelling waar zij constant mee in de war raakt. Ja, ergens in een Belgisch hotel, dan daar vraagt geloof ik de eigenaar, die zegt, is het een meisje op de vlucht of is het een meisje met een missie? Ja, en dan zegt iemand anders, zijn niet alle mensen met een missie uiteindelijk mensen op de vlucht? Omdat je je zo... Dat zegt hij er niet bij, maar dat is mijn uitleg nu. Als je je zo aan iets vastklampt, wat probeer je dan precies? Mm-hmm. Waar probeer je de grip op te krijgen? Mm-hmm. Maar vind jij het een meisje met een missie? Ik denk dat het een meisje met een missie is. Omdat het een meisje of meisje-vrouw
op de vlucht is. En dat mensen, ja, dat het juist die missie wordt op een gegeven moment heel doorzichtig van, ja, maar jij doet dit omdat jij van iets anders van jezelf weggaat. Mm-hmm. Mag ik even een vraag stellen? Hoe oud denk je ongeveer dat jij hier, Louise, hoe oud is ze eigenlijk ongeveer in dit boek? Ze is 30. En hoe lang is de duur van begin tot het boek van gewoon tussen welke tijd? Hele goede vraag, want daar heb wat ik heb geprobeerd in het boek is dat het zou voelen als een reis van waar ze jaren mee bezig is. En aan het einde van het hoofdstuk, als je dan eventjes telt, aan het einde van het boek, als je telt welke locaties ze heeft bezocht en hoeveel nachten ze daadwerkelijk weg is geweest, dan blijken het toch maar iets van 2 weken of zo te zijn. Dus het voelt als een soort van gigantische wereldreis en levensontdekking voor zichzelf, maar ze is dus eigenlijk maar 2 weken onderweg in het hele boek. Het boek is humoristisch, het is filosofisch, het is spannend. Ja, ze gaat op weg met koffers vol en ze eindigt met, nou ja, ze raakt zelfs haar handtasje kwijt, haar aantekeningboekje, en ze eindigt ergens in een tuinhuisje. Heeft ze gevonden wat ze zocht? Nou, het boek eindigt met de zinnen van, om dat te kunnen beoordelen, of ik nu heb gevonden wat ik zocht, om dat te kunnen beoordelen, moet ik dit avontuur volgens mij nog 10 keer doen en dan pas kan ik zien wat ik heb gedaan. En zo voelt het ook als ik nu aan het boek denk, van ik kan nu nog niet precies zien wat dit betekende. Maar er zit wel veel meer, het zit volgens mij wel een stukje bezinning, dat ze in ieder geval wel denkt ze van, oké, totaal ongebonden zijn als en geen spullen hebben, geen contact met familie of vrienden of mensen of wat dan ook, en gewoon helemaal een soort van zwevend bestaan leiden, dat geeft geen rust. En dat geeft wel een soort van bezinning van, oké, dus misschien is er wel een reden om weer terug naar huis te willen en om weer in een huis te gaan wonen en mijn familie eens op te bellen. En daar zit, vind ik, wel een soort van bezinning in. Ja. In het boek is jouw zus, met wie je ook samen zingt, is voortdurend aanwezig. Hè? Heeft ze het boek ook een beetje meegeschreven? Ja, René heeft echt. Ze is niet letterlijk. Ze is eigenlijk maar 1 hoofdstuk daadwerkelijk aanwezig. En voor de rest is ze vooral heel erg in de gedachten van Louisa aanwezig. Maar inderdaad, toen ik dit boek ging schrijven, voelde het echt zo van, ah yes, ik ga eindelijk eens iets zonder René doen. En uiteindelijk, ongeveer om de week heb ik wel, nou, soms had er een maandje tussen, maar heb ik gewoon heel vaak hoofdstukken naar haar gestuurd. Ik werk natuurlijk al zo lang met René samen en ik ken haar smaak, ik vertrouw haar smaak, ik vertrouw ook haar feedback, dat als zij tegen mij zegt van, nou, dit hoofdstuk raak je me een beetje kwijt en dit duurt te lang, of dit is goed, dit moet erin, hier moet je op door, dan vertrouw ik dat heel erg. Mm-hmm. Dus ik kan ook heel erg goed kritiek van haar hebben, want ze zal nooit om een andere reden zeggen dat ze het niet mooi voor me vindt, behalve om het een beter boek te laten worden. En ja, dat ik zo iemand naast me heb staan, dat werkt heel motiverend. Mm-hmm. Dus we hebben heel veel samengewerkt met dit boek. Ze heeft natuurlijk niet echt letterlijk dingen geschreven, nee, maar wel in de kantlijn aantekeningen gezet. Mag ik nog een vraag stellen? Want hoe schrijf je een hoofdstuk van een boek? Want ik heb ook een keer een klein stukje boek proberen te schrijven, maar ik kom niet verder dan 2 bladzijden. Ah, dat is wel heel veel. Ja, ik heb nu 1 boek geschreven. Ik ben van plan om er nog, ik ga geen nummers noemen, maar in ieder geval nog wel veel meer te schrijven. Dit voelt echt als mijn eerste boek en nou wil ik door. Dus ik ga niet pretenderen dat ik nu weet hoe je een boek moet schrijven. Het is me pas 1 keer gelukt. Maar wat ik in elk geval wel heb geleerd, is, er moet een soort van beslissing zijn van, oké, ik ga een boek schrijven, want het kost veel tijd. Dus je schrijft niet per ongeluk een keer tussendoor een boek. Tenminste, denk ik niet dat dat vaak zal gebeuren. Het is, je maakt op een gegeven moment een beslissing van, ik wil een boek schrijven. En als ik wil dat boek ooit afkomt, dan betekent dat eigenlijk dat ik er, nou ja, hoeveel uur je per dag aan het werken zal per persoon verschillen. Voor mij betekent dat elke dag, in elk geval elke dag schrijven, of het nou 1 uur is of 10 uur. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar elke dag even gaan zitten en ermee bezig zijn. Dus vooral hoe ik een boek heb geschreven was vooral beginnen en pas stoppen als het weer af is. Ja. Behalve dat het boek spannend is, filosofisch, is het ook een beetje erotisch, hè? Een beetje veel. Nou, ik kan me herinneren van onze podcast-interview, dat jij, dat was het eerste interview had ik met jou, jij vroeg aan mij, durf je niet echt expliciet te zijn? En daar heb ik zoveel over nagedacht van,
Want dat is eigenlijk best wel ook in contrast met deze vraag nu. Het is in mijn beleving, het is helemaal niet expliciet inderdaad te staan. Het is, voor mij is de seks die in het boek voorkomt echt bedoeld, zeker in het begin. Het zit ook voornamelijk in het begin. Dat je voelt van, deze vrouw bindt zich aan niemand. En dat wilde ik vooral, wilde niet per se een super juicy boek. Ja, oké, een klein beetje juicy mag wel. Maar dat was niet mijn intentie, was echt om te laten zien van, dit is iemand die geen vaste verbintenissen aangaat. Dus dat was het effect wat ik daarmee wilde bereiken. Meer dan dat ik hele erotische passages wilde schrijven. Het is volgens mij ook niet echt erotisch. Het heeft altijd wel een aanleiding of een reden dat het plaatsvindt. Ja. In de overigens zeer lovende recensie van Saskia Noord zegt zij aan het eind: de hotelgids is de Bridget Jones Diary van nu. Herken je je daarin? Ten eerste, nee, echt totaal niet. Deze vrouw is ongeveer het tegenovergestelde van Bridget Jones. Bridget Jones is een vrouw die op zoek gaat naar de ware en pas gelukkig is als ze hem heeft. En dan vervolgens ook echt eindgoed al goed als ze dan de ware liefde heeft gevonden. Mijn hoofdpersoon probeert er alles aan te doen om maar niet een liefde tegen te komen, want dat brengt haar van haar pad af. Maar het was wel de allereerste lezersreactie die ik kreeg, was dus van Saskia Noord. En Bridget Jones is natuurlijk een enorm succesverhaal, dus ik was gewoon heel erg gevleid daardoor. En voor mij voelde het vooral ook van dat zij zich schijnbaar herkent zij zichzelf in Bridget Jones en herkent zij zichzelf ook in dit personage. En dat vond ik eigenlijk vooral waarom het op de achterkant van het boek staat van, het is volgens mij gewoon eigenlijk een heel erg herkenbaar verhaal over zoeken naar liefde, afstand doen van liefde. En dat heeft ze natuurlijk wel weer gemeen met Bridget Jones. Ook al gaan ze een andere kant op, het heeft wel, ja, het gaat daar wel over. Je zei het zelf al, dat was mijn laatste vraag. Er komt een nieuw boek, dat zat er eigenlijk al wel aan, denk ik, te komen als je zo dit boek leest. In dezelfde stijl? Wordt het Hotel Gids 2? Het wordt niet. Ik heb in het begin, toen het net, ik vond het zo moeilijk om afstand te doen van dit verhaal, dat ik in het begin wel heel veel heb gefantaseerd over, oké, hoe zou ik deel 2 kunnen vormgeven? Of kan ik nu de restaurantgids doen, dat ze een date heeft, elke een ander restaurant en daar recensies over schrijft. Maar ik merk wel, naarmate dit verhaal meer is gezakt, dat er wel echt nieuwe verhalen opborrelen. En ik ben wel echt al aan het schetsen. Ik voel dat ik de goede schets nog niet te pakken heb, dus ik weet nog niet waar het over gaat. Maar ik voel in ieder geval wel echt door het schrijven van dit boek dat hier wel echt een vuurtje voor brandt om dit nog heel veel vaker te gaan doen. Oké, dankjewel. Heb jij nog een vraag, Luit? Nee. Nee? Vind je eigenlijk dat jongeren van jouw leeftijd genoeg lezen? Eigenlijk niet, want ik zie wel eens gewoon vrienden, vriendinnen die gewoon echt al moeilijk doen als ze één boek moeten uitlezen voor een andere boek, toets voor ons. Mm-hmm. Dus jij vindt het wel belangrijk dat jongeren lezen? Ja, en ik vind het ook belangrijk dat de weddenschap zo doorgaat om toch meer kinderen hopelijk te laten zien dat lezen ook best wel leuk kan zijn. En dat het ook echt leuke boeken zijn dan alleen maar van zo'n saaie, moeilijke boeken. Ja, ja. Oké, allebei bedankt voor jullie gesprek. Ja, dankjewel. En dan ga ik nu praten met opnieuw weer een schrijver uit de regio. Niet iemand die haar debuut maakt, maar iemand die al meerdere boeken geschreven is. Ze was aanvankelijk werkzaam in de sociale advocatuur en sommige thema's die komen nog wel eens een keer terug in haar boeken. Haar eerste boek verscheen in 2009, dat was de verdwenen soapster. En daarna volgden nog vele boeken in verschillende genres. Ineke Krajo, welkom. Dankjewel. Meer dan 30 boeken heb je op je naam staan. En daarmee ben je waarschijnlijk een van de meest gelezen schrijvers uit de regio. Dat denk ik wel. Dat klinkt stom om van jezelf te zeggen, maar dat vermoed ik wel. Ja. Maar niet alleen het aantal is indrukwekkend, ook de inhoud. Want dat is ook de jury opgevallen van de Thea Beckmanprijs
Daarvoor was jij genomineerd. Ja, klopt. Ik plaats je op de nominatielijst. Misschien eerst even de vraag. Wat is de Thea Beckmanprijs? De Thea Beckmanprijs wordt uitgereikt door het Archeon. En het ene jaar hebben ze het beste historische kinderboek, dus onder de 12 jaar. En het jaar daarna hebben ze het beste historische jeugdboek. En ja, dit jaar was het dus het beste jeugdboek, dus 12 plus. En dan lezen ze gewoon eigenlijk alle historische boeken die zijn uitgekomen in Nederland en België. Er zit ook een Vlaamse bij dit keer. Mm-hmm. En daar maken ze een keuze uit. Ja, dit boek speelt, als meerdere boeken voor jou, speelt in Ierland. Klopt. Daar heb je zelf ook een tijdje gewoond, hè? Gewoond is een groot woord. Mijn man heeft er gewoond voor zijn werk. En ik heb daar toen een klein half jaar gelogeerd. Maar dat blijkt ook uit het boek. Je hebt je toch behoorlijk verdiept in die historie. Ja, dat zeker. Ja, klopt. Ja. Ja, nu kun je ook eigenlijk, dat is het bijzondere van Ierland. De periode waar ik over schrijf, die grote hongersnood, halverwege de 19e eeuw, die leeft nog steeds voort, eigenlijk. Mm-hmm. Je kan op een of andere manier niet op vakantie gaan naar Ierland en met locals praten zonder dat linksom of rechtsom die potato famine wordt genoemd. Mm-hmm. En dat is wel bijzonder. Ja. De Beckmanprijs heeft een aantal criteria. Daar worden al die boeken aan getoetst. De nominatielijst bestond uit 10. Ja. En daar werden er weer 5 uitgekozen. En toen viel je van de En toen viel ik eraf, ja. En dat was vorige keer ook. Toen zat ik ook bij de laatste 10. En toch weer niet bij de laatste 5. Dus dat is wel jammer. Maar wat doet dat met je? Eerlijk gezegd, ik had het van tevoren verwacht. Ik heb alle 10 die boeken gelezen. En ik heb een lijstje gemaakt van wat ik vermoedde. Ik weet een beetje wat die criteria zijn. En ik weet hoe ik schrijf en hoe de anderen schrijven. Dus ik had mezelf op plaats 6 of 7 gezet. Ik was met 2 bevriende collega's genomineerd, dus het was wel leuk. We hadden van tevoren al gezegd, van, nou, die ene gaat erdoor en wij met z'n tweeën niet. En dat klopte inderdaad. Dus wat doet het met je? Kijk, eigenlijk vind ik het gewoon al een hele eer dat ik bij de beste 10 zit. Mm-hmm. En ja, ik was er zo van uitgegaan dat ik niet bij de beste 5 zat. Dat ik denk van ja, jammer, maar ook niet heel dramatisch of zo. Maar ik ben vooral nu heel blij dat mijn vriendin er wel bij zit. Als je dan kijkt naar de criteria, zeg je dan van daar ben ik op afgevallen? Ik denk dat er 2 dingen zijn. Als je kijkt naar de prijzen, of degene die de prijzen hebben gewonnen de afgelopen jaren, is het vaak toch wel een heel duidelijke link met de Nederlandse geschiedenis. En dat is mijn boek niet. Ja. Maar ik denk ook, mijn focus in een boek ligt echt op het vertellen van het verhaal. Ik wil dat lezers mee kunnen gaan met mijn hoofdpersoon. En de nadruk ligt op het narratieve, dus op echt het verhaalelement. Ik wil dat lezers gewoon doorlezen, omdat ze het spannend vinden, omdat ze willen weten hoe het afloopt. En minder op, het is niet heel literair, zeg maar. Mm-hmm. Ik denk dat bij mij de verhaalkant sterker is dan de literaire kant. Ja. Terwijl als ik kijk naar mijn vriendin die dus nu wel bij de laatste 5 zit, die schrijft veel meer literair. En ik denk dat dat een van de redenen is. Ik weet het natuurlijk niet. Ik heb de jury niet gesproken. Maar dat lijkt mij wel, bovendien kun je dan nog praten over het criterium wat is literair, hè? Daar kun je sowieso heel lang over praten. Misschien ben je een beetje getroost door een andere nominatie. Of niet eigenlijk, geen nominatie. Ja, dat is wel heel fijn. Maar meest recente boek, Het Geheim van de Smid. Dat is gekozen als thema voor de Kinderboekenweek van dit jaar. Ja, dat is echt het gaat wel over beroepen. Ja, dat is wel heel erg leuk. Want dat is gewoon heel bijzonder om daarbij te zitten. En dat wordt ook vanuit het CPNB ontzettend gepromoot. Wat het CPNB heeft gedaan dit jaar. Je hebt dus de 20 kerntitels of thematitels heten ze dit jaar. En daarnaast hebben ze er nog 8 gekozen voor kinderen die lezen wat lastiger vinden. Of die dyslexie hebben of lezen gewoon niet leuk vinden. En daar is dit boek heel erg geschikt voor. Het is eigenlijk voor alle kinderen vanaf 8 jaar. Maar theaterlezen is een vorm van lezen waarbij de verhalen uit dialogen bestaan. Die kinderen dan met elkaar of met de meester of de juf of de remedial teacher of met wie dan ook kunnen lezen.
En als jij tegen een kind zegt van, ga die tekst eens even 4 keer lezen, dan heeft een kind daar echt geen zin in, terecht. Maar als je tegen het kind zegt van, nou, jij mag dadelijk optreden voor de klas en kijk, hier zijn verschillende rollen, kies er eentje uit, wat wil jij laten worden? Oh, je wil helikopterpiloot worden, nou, daar is een verhaal over. Ga dat oefenen met je vriendjes en dan lezen ze alsnog die tekst 4 keer. Ja. Maar dan voelt het niet als, ik moet lezen omdat ik het moeilijk vind. Ja. En dan kunnen ze dat voor de klas doen. Want dit is eigenlijk in feite of jouw tweede theaterlezenboek, hè? Dit is mijn tweede, klopt, ja. Vind je dat een bijzondere vorm van lezen? Ja, het is sowieso heel anders natuurlijk. Ja. Het is ook wat je met elkaar doet. Je kan het ook wel alleen lezen, maar het is leuker om het echt met elkaar te doen. En ik vind het gewoon heel belangrijk dat je ook die kinderen bereikt die, ja, voor wie lezen niet vanzelfsprekend is. Die gewoon afschrikken op een hele volle bladspiegel. En hier staan is een ruime bladspiegel, veel ruimte tussen de letters, veel tekeningetjes erbij, heel veel illustraties. Ja, dat vind ik wel heel fijn, dat die vorm van lezen bestaat. En het, mm-hmm. Ja. En het is ook, daarom is het ook heel fijn dat het nu een thematitel is. Het geeft dan veel meer bekendheid aan het theaterlezen. Ja. Dus ja, ik ben daar heel blij mee. Maak je je zorgen over het feit dat er toch algemeen gesteld wordt kinderen, jongeren, lezen minder? Ja, natuurlijk, want je ziet het terug in de taalzwakheid die ontstaat. Ik geloof dat 25% uiteindelijk niet voldoende taalsterk is. In dat kader zal ik ook even, ik ben schoolschrijver. Ik weet niet of je daarheen wilde, maar anders ga ik daar nu zelf heen. Ja. Schoolschrijven is een organisatie vanuit Amsterdam die bekende kinderboekenschrijvers plaatst op taalzwakke scholen. En dan gaan wij een half jaar lang, één dag in de week, naar die taalzwakke scholen om met ze aan de slag te gaan met die kinderen. En dan dus niet van waar een D'tje of een T'tje moet, daar is de meester of de juf voor, daar zijn wij niet voor. Maar wij brengen ze in aanraking met allerlei verschillende soorten boeken. Maar laten ze ook zelf schrijven. En dan gaat het vooral om het ontwikkelen van de creativiteit en de fantasie. En dan ontdekken ze dat het eigenlijk heel leuk is. Om, niet, heel veel kinderen zeggen, ik vind lezen niet leuk. Maar vrijwel alle kinderen houden wel van verhalen. Ja. En als je ze daarop kunt aanspreken, dan bereik je heel veel. En het is heel mooi om de cijfers te zien die uit de onderzoeken komen. Dat de scholen waar dus schoolschrijvers zijn geweest ook daadwerkelijk een enorme stijging in het AVI-niveau laten zien. Dat is echt heel bijzonder. En ja, ook wel heel dankbaar werk natuurlijk. Dus ik ben blij dat die organisatie bestaat nu 10 jaar, dat die is opgezet. En we zijn inmiddels met een stuk of 50 kinderboekenschrijvers verspreid over heel Nederland. Ja. Dat is wel echt mooi. Jullie geven tips aan kinderen. Als je nou, want er zitten in de regio nogal wat beginnende schrijvers. Zou je die tips kunnen geven? Wat ik doe als ik met die kinderen aan de slag ga, ik heb een verhaal bestaat uit 5 bouwstenen. Ik begin iedere les, ik heb 10 weken lang dezelfde klasse, groep 6, 7, 8 dit jaar. En iedere maandag begin ik met die 5 bouwstenen. Waar bestaat een goed verhaal uit? Nou, dat is al uit wie, wie nog meer, wat en hoe, dus de plot. Waar en wanneer. Iedere week begin ik er weer mee en inmiddels kunnen ze het dromen. Had ik ook gezegd van, als ik hier wegga over een half jaar, maak ik je 's nachts wakker. En dan moet je zeggen, hoofdbevel, buikbevel. Nou ja, zo. En zeker voor beginnende schrijvers, begin daar ook echt mee. Schrijf die 5 punten op en ga ze dan uitwerken. Je hoofdpersoon, leer die heel goed kennen. Veel meer dan je voor het verhaal nodig hebt. Maar op het moment dat jij je hoofdpersoon heel goed kent, wordt hij ook realistisch. Als je weet wat de slechte punten zijn. Want eigenlijk, schrijvers hebben vaak de neiging om een hoofdpersoon heel vriendelijk en sympathiek, maar niemand is alleen maar vriendelijk en sympathiek. Dus ja, ik geef tijdens de schrijfcursussen die ik aan volwassenen geef ook wel eens de opdracht. Nou, wie is je hoofdpersoon? Prima, dit zijn 20 interviewvragen. Ga je hoofdpersoon maar interviewen? Ja, maar mijn hoofdpersoon bestaat niet echt. Nee, maar je moet hem zo goed kennen dat je moet kunnen interviewen. Ja. En dan gaat je hoofdpersoon leven en dan kan die het verhaal dragen. Hoewel je plot natuurlijk ook heel belangrijk is. Maar dat zijn de 2 belangrijkste en daar hamer ik heel erg bij die kinderen op. Ben je zelf alweer met een nieuw boek bezig? Ik ben er met 4 tegelijk bezig op met het moment. Gelijk. Het is even wat chaotisch. In augustus komt er een boekje weer voor beginnende lezers, voor groep 3. En in september komt er een boek voor groep 4-5.
Dus ja, die zitten allemaal in verschillende fases. En in januari komt dan weer groep 6, 7, 8. En waar ik op het moment vooral aan werk, is een verhaal over mijn familie in de hongerwinter. Mijn vader is van 1938 en die was dus 6, 7 toen hij moest zien te overleven in Rotterdam, waar gewoon geen eten was. En mijn opa is opgepakt bij de razzia, dus die zat ergens in Duitsland. En ja, zijn zusje overleed. En hij heeft het gewoon heel zwaar gehad in die periode. En daar ben ik een paar jaar geleden mee begonnen met het schrijven van dat boek. Samen met, nou ja, niet samen met mijn vader, ik schreef het. En iedere keer belde ik hem van, hoe zit het? Maar 2 jaar geleden is mijn vader overleden. En toen kon ik niet meer schrijven. Toen heeft het heel lang stilgelegen. En nu eigenlijk, sinds een paar maanden, heb ik dat weer opgepakt. En ja, er is al vanuit de uitgeverij belangstelling, dus dat is wel heel fijn. Aan de andere kant ligt dat ook wel druk. Maar ik heb voor mezelf nu zoiets, dit wordt wel echt een meerjarenproject. Als ik even tussen de kinderboeken ruimte in mijn hoofd en in mijn agenda heb, dan ga ik daarmee aan de slag. Nou, bedankt voor je gesprek en misschien ja, op naar de volgende nominatie. Ja, nou, daar zeg ik niks over, maar er komen er waarschijnlijk weer 2 aan. Heb ik al stiekem gehoord. Oké, dankjewel. Bedankt voor dit gesprek en we gaan over naar de muziek, naar Bart-Jan Baartmans. En hij gaat toepasselijk voor ons zingen op gepaste afstand. Ja, als hij de techniek heeft verzorgd. De techniek. Laat even op de plop. Plop. Ja. Een jaar geleden was het boekenbal op 7 maart. En toen hebben we hier nog in dezezelfde ruimte met 200 mensen elkaar staan knuffelen. En allemaal in dezelfde microfoon staan zingen de hele avond. En een dag later brak de pleuris uit, zeg maar zo'n beetje. En ik heb mijn eigen microfoon meegenomen vandaag. Dat is iets wat veranderd is het afgelopen jaar. Een week of 3 na dat boekenbal hier, wat trouwens een ontzettend leuke avond was. Maar waarvan ik me vanmiddag ook realiseerde dat het de laatste avond is geweest dat ik met zo'n grote groep mensen in een zaal ben geweest en een optreden heb gedaan. En dat we met z'n allen op het podium zaten en nou ja, dit is ook een, nu ben ik alleen, alleen hierheen gekomen. En een week of 3 daarna, zeg maar, was eigenlijk de eerste keer dat mijn lief en ik een wandeling gingen maken in het bos. En we waren bang. En we liepen op een pad, zo ergens achter de boerderij van Kempen in Boksmeer. En daar kwam ons een stel tegemoet, de zus van Perry van den Berg, Willy en haar man. En ik zag ze aankomen en wij, en het pad was eigenlijk net niet 1,5 meter breed. Dus het werd zo'n dansje om elkaar heen. Van, nou, dan gaan wij maar naar rechts. En ga jij dan in de berm of ik? En toen keken we elkaar aan. En toen zei ik, denk ik, tegen hun van, nou, gepaste afstand. En toen liepen zij verder. En toen keek ik om. En toen riepen ze, daar kunnen we vast een mooi liedje van maken. En dat werd het volgende nummer dus. Zittend op een muurtje, een tuinperpt uit elkaar. Pratend al zo vaak, geen spoor van het gevaar. Wat ergens op de loer ligt, aan handen kleeft of zweeft. Geproosten zonder klinken, op wat het leven neemt of geeft op gepaste afstand. Wolkje zoet parfum hangt willoos in de lucht. Gevangen in een zweem, verdwenen in een zucht. Hij doet een pas opzij, zij houdt haar adem in. Een
ongemak bezegeld, in een oogopslag voorbij op gepaste afstand. Op gepaste afstand. Het meisje aan de kassa, ze heeft niet hoeven zien hoe koorts zich opgejaagd het verzamelen verliep. Van de alledaagse noden voor haar op de band. Ze pakt ze één voor één en zorgt voor deze klant op gepaste afstand. Wat voelt het goed in de volle ochtendzon, in de volle voorjaarszon. Alsof de nieuwe lente zojuist opnieuw begon. Zo mooi hoe alles bloeit, in alle harten klopt. Als een kind met grote ogen neem ik alles in me op gepaste afstand. Op gepast houtafstand. Dag als elk ander, in een onbewaakt moment, in een alledaags ritueel dat je als geen ander kent. Zo kijk je naar de dingen, je zo lief, je zo vertrouwd, aan alles aan de basis waar je huis op is gebouwd. Op gepaste afstand. Op gepaste afstand. Op gepaste afstand. Op gepast houtafstand. Dankjewel, Bart-Jan Bartmans. Wij gaan nu praten met twee heren die een aantal van u ongetwijfeld kent. En anders dan gaan ze zich hier nu aan ons voorstellen. Naast mij gaat zitten André Pleuners van Reed Shop Kuik, als ik het goed zeg. Juist. En daarnaast Martin Peters, eigenaar van Van Dinter Boekhandel in Boksmeer. Heren, welkom. Welkom. Dank u. We gaan het niet hebben over de kommer en kwel in coronatijd. Daar hebben we toch al genoeg over gehad, of niet? Toen ik het las waar we het over gingen hebben, had ik het nadenken van nou, ik kan er niet echt iets positiefs van maken op het moment. Nee. Misschien moet je de microfoon iets dichterbij, want anders gaat dit belangrijke geluid verloren. Ja. Je kon er niks anders van maken. Nee. Ik ben er niet echt positief over het verloop allemaal. Nee, maar dat zijn een hele hoop mensen niet. Dat zijn de dokters niet, dat zijn de caféhouders niet. Niemand is. Ik ben nog niemand tegengekomen die over de afgelopen periode tevreden is. Nee toch? Nee, oké. Maar was het alleen maar kommer en kwel? Nee hoor. Oh, nou. Nee, we hebben ook heel veel hartverwarmende reacties gehad van mensen. Ja? En gebak. En gebak. En chocolaatjes. Nou, kijk aan. Maar kun je een tendens ontdekken in de afgelopen... Zijn mensen andere boeken gaan lezen, meer boeken gaan lezen? Nou, ik merkte in het begin wel van de pandemie dat mensen tijd namen om zelf iets uit te zoeken. Mm-hmm. Dus heel anders dan normaal, dan worden ze gedreven door wat er in de media is en in de kranten en op tv. En toen kwamen ze echt binnen en ze vonden het gewoon fijn om eruit te zijn, omdat ze natuurlijk veel thuis zaten. Mm-hmm. En dan gingen ze echt op hun gemak een boek uitzoeken. Dus we verkochten gewoon hele andere boeken uit alle hoeken van onze winkel. Ja, dat vond ik wel heel mooi om te zien. Ja. Dus, ja. Maar dat is ook het aantrekkelijke natuurlijk van een boekhandel. Dat je wat rond kunt lopen en je ook kunt laten verrassen misschien wel. Ja. Door iets wat je nog nooit eerder gezien had, toch? Ja. Maar je hebt het over nu, neem ik aan. Dat was in het begin van de corona, zeg maar. Ja, nu merk je dat mensen heel erg blij zijn dat ze weer kunnen komen. Ja, weer kunnen snuffelen. Ja, dat is... mensen komen echt binnen van... Oh, en dan kunnen die snuiven dan de geur van boeken op. En wat heb ik tegen mist. Ja. Maar André, zijn mensen andere boeken gaan lezen in coronatijd?
Niet bij ons, nee. Nee? Ik heb niet het idee dat daar nou iets anders dan is. Nee. Ben jullie ook niet? Nee. Ja, vind ik moeilijk te zeggen. Er is natuurlijk minder ruimte in de media voor boeken geweest. Dus het is alleen maar corona. Je ziet heel de diezelfde hoofden in al die praatprogramma's zitten. En, nou ja, schrijvers hebben gewoon weinig ruimte gehad, denk ik. Mm-hmm. Dus dat betekent dat er ook weinig aandacht was voor nieuwe boeken. En er kwamen ook minder boeken uit. Heel veel uitgevers hebben de boeken ook uitgesteld. Naar nu. En die komen nu langzaam, best wel snel op ons af. Mm-hmm. En dat moet allemaal een plekje hebben. Ja. Maar toch hoor je wel dat mensen meer zijn gaan lezen in coronatijd. Volgens mij zijn ze meer gaan lezen. Ja. Dat zien we in de winkels wel niet zo, maar via internet, de verkoop zijn niet gezakt. Zijn niet gezakt? Nee. Dan heb je het ook niet klaar. Nee, maar niet in de winkel, via internet zijn juist de verkoop zeker. Je ziet dat in de coronatijd 95% over internet gegaan is. Mm-hmm. Ja, dat is niet uit de winkel gekomen natuurlijk. Mm-hmm. We hebben denk ik allemaal wel een webshop, maar ja, zoveel gaat er niet uit natuurlijk in de winkel. Nee. Maar een boek bestellen via internet, dat is toch anders, hè? Dat is heel anders. Dan weet je bijna zeker, nou, ik wil dit boek hebben. Nou, en dan, dat is het verhaal. Je gaat niet voor een cadeau voor op internet kiezen. Je gaat ook niet snuffelen op internet en kijken van, kijk of dat mooi is, dat mooi is. Nee, dan ga je echt het boek gericht naartoe. Mm-hmm. Ja. Maar toch hebben mensen flink gekocht op internet. Ja. Ja, dat was bij jullie, want jullie hadden al van tevoren al toch een behoorlijke verkoop via de website, niet? De website is bij ons altijd veel gebruikt. Ook veel mensen die kijken of dat we iets hebben, dat kunnen ze ook op de website zien. En toen de lockdown, de harde lockdown was, toen explodeerde dat wel. Ja. En dan zie je wel dat mensen ook, het was natuurlijk de cadeautijd, het was vlak voor kerst. En dan zie je wel dat de bestsellers extra verkopen. Dus dan kopen ze inderdaad dat wat ze al kennen. Ja. En dan mis je dat snuffelen. Nou, dan mis je de zogenaamde impuls inkopen. Ja. Is dat een groot aandeel? Ja, natuurlijk. Ja, toch? Ja, in de cadeautijd zeker. Want en zeker rond de kerst. Dan zoeken mensen een cadeautje voor iemand. En dan nemen ze dan ook de tijd voor. Mm-hmm. En, de webverkoop was voor ons, ik was blij dat we een website hadden. En dat die eindelijk ook, dat die gewoon af was. Dus we konden heel snel schakelen van winkel naar webwinkel. Ja. Ik neem aan, jullie kennen elkaars winkels. Nou, we hebben elkaar 3 jaar geleden een keer gezien, of 2. Nee. Ja, dat was bij de Kneep, bij de eerste boekenbal. Ja. Waar zijn jullie nou concurrenten? Nee, daar zitten we te ver van elkaar af, denk ik. Ja. Maken. Ben jij hetzelfde type boekhandel als Van Dinter? Nee, weet ik niet. Wij zijn een franchise-formule eigenlijk. En wij hebben een postkantoor erbij, we hebben kantoortiek. En dat hebben jullie natuurlijk ook. Kantoortiek. We hebben veel tijdschriften, we hebben heel veel wenskaarten. Dus we hebben wel een mix erin zitten, ja. Maar dan had jij er ook een postkantoor bij, hè? Ja. En heb je dan, komen mensen een pakje brengen? Ja, en die zeggen wel, André mag ook een boek meenemen? Nou, dat is heel frustrerend. Nee, dat heb je dat niet gedaan? Nee. Niet gedaan? Nee. Ja. In het begin niet. dat kan toch niet anders? Die verleiding is te groot. Nee, toch niet. Op een gegeven moment moet je eigenlijk gewoon aan de regels houden. We hebben wel, een paar weken, hebben wel mensen gezegd, weet je doet, sluiten we achteraan. En zeg dat je een pakketje op komt halen. We pakken het keurig in en we zorgen gewoon dat het boek klaar is. Zo hebben we het wel gedaan, ja. Ja, dat moet natuurlijk wel. Ja. Mensen moeten creatief zijn om te overleven. Hè? Dat dacht ik. Toch? Ja. Jullie hebben de indruk, toch een wat ruimer assortiment dan de winkel van André. Ja, ik vind dat lastig om dat zo tegen elkaar af te zetten. En we zijn gewoon assortimentsboekhandel en daar steken we ook heel erg op in. Mm-hmm. En je ziet dat assortimentsboekhandels op dit moment, en vooral in de provincie, het eigenlijk nog redelijk goed doen. Mm-hmm. En je bent bereikbaar. Maar het vak rommelt wel heel erg. En je hoort ook heel weinig. Ja. Want ik spreek nu dan André voor het eerst ook.
Nou, ik spreek heel weinig collega's en je hoort, het is heel erg stil. Ja. Dus ja, het is heel wisselend hoe boekhandels erin staan op dit moment. En, maar je merkt wel dat door de coronatijd is er toch een soort andere waardering gekomen voor de boekhandel. Ja, zeker. Ja? Ja, ik merk ook, ja, die hebben natuurlijk een prachtige campagne gehad van de CPMB. Met allemaal bekende Nederlanders die zich voor de boekhandel hebben uitgesproken. En ja, die hebben best wel veel respons op gehad. En ook het besef om het lokaal te kopen, dat is natuurlijk enorm geweest. Ja, en blijft dat, denk ik? Dat hoop ik. Dat hoop ik. Kijk, mensen waarderen nu wel dat je open bent. Ja, ze merken wel, het is nou dik geweest. Ze hebben niet kunnen kopen, ze hebben niet kunnen winkelen. En nu is het weer open. En ze hebben toch wel, ja, het is toch wel fijn dat je in de winkel kunt gaan en kunt kiezen wat je precies wilt hebben. Ja. Maar jullie zijn een beetje, heb ik de indruk, in een andere categorie gekomen. Hè? Dus meer alsof jullie geen commercieel bedrijf zijn, maar een soort dienstverlening. Maar jullie zijn gewoon een commercieel bedrijf, toch? Ja, natuurlijk. Ja, er moet gewoon geld in de kassa komen om te overleven. Ja, maar het leek alsof het een soort dienstverlening werd. Zo van zonder de boekhandel kunnen wij niet meer. Nou ja, ik denk dat een belangrijke plek is voor boeken. En, en dat is ook wel gebleken. Je ziet dat zelfs de grote blauwe jongen een donatie heeft gedaan bij de CPMB om het boek te promoten. Ook omdat ze zien dat titels, schrijvers en zeker debutanten, die worden toch gemaakt in de boekhandel. Mm-hmm. Bij de mensen en tussen mensen. En dat is gewoon in het gesprek en het feit dat iets een plaats heeft, is gewoon heel belangrijk. En niet dat het alleen maar in een computer zit of achter een schermpje. Want dat gaat natuurlijk niet leven. Nee. Ik bedoel, een boek gaat leven met mensen en bij mensen. Maar er zijn mensen die zeggen, nou, de lokale boekhandel, dat die gaat verdwijnen. Er zijn heel veel mensen die dingen zijn zeggen. Zijn jullie daar bang voor? Nou, ik denk over... het zal niet helemaal verdwijnen, maar het zal wel minder worden, denk ik. Ja. Minder? Als je nu ziet dat, we hadden net over kinderboeken, dat... eigenlijk in de periode dat de boekhandel dicht was, dat echt... kinderboeken is bij ons wel een van de hardlopers, zeg maar. Maar we hebben echt heel weinig verkocht. Mm-hmm. Ja. En ik denk echt dat met de categorie van mensen te maken hebben die dat kopen, ouders, grootouders, die weten op een gegeven moment wel de weg naar internet. Ja. Mm-hmm. Ja. Hoe kijken jullie tegen regionale schrijvers aan? Nou, belangrijk. Ja, ik vind het wel belangrijk om ze een podium mee te geven. Dus ze zijn bij ons ook altijd welkom. Mm-hmm. En ik vind het altijd wel belangrijk om ze om een gesprek aan te knopen. En ze, gewoon een plek te geven, zoals ik net ook al zei, dat de boekhandel gewoon de plaats is waar die boeken zijn. En de mensen komen ook naar ons toe. Dus, en dan zijn die boeken daar ook en dan kan het ook gaan leven. Dus ik vind het wel belangrijk. Ja. Ik wil bij deze ook wel echt benadrukken dat bij ons ook wel ruimte is voor de regio-schrijvers. Ja, dat is altijd al geweest en dat blijft ook gewoon zo. Dat is natuurlijk het Precies zelf. Dat is wel het platform om te liggen natuurlijk. Hè. Als je een regionaal bent om in de boekhandel zichtbaar te worden. Daar is denk ik ook internet ook voor de debutanten ook wel moeilijk geweest. Hè. Want daar komen ze ook niet echt naar voren. Met je een hele goede uitgever hebt natuurlijk. Maar ja, daar wordt weinig reclame gemaakt dan voor je. Ja. Ik neem aan dat jullie een beetje de trends bijhouden. Lezen jullie zelf veel? Ik ben niet zo'n lezer. Nee. Meer de puzzelboekjes. Nee, dat is een beetje flauw, maar nee, ik ben niet zo'n lezer. Nee. Jij wel? Ja, ik heb natuurlijk vorig jaar dan de boekhandel overgenomen. En het is wel ten koste gegaan van mijn leesuren. Dat bedoel ik. Dat is wel een beetje jammer. Mm-hmm. Dus, maar ja, er liggen wel altijd zo'n stapel boeken langs ons bed. Mm-hmm. En het hele huis ligt ook vol boeken, ja, dat moet ik ook wel toegeven. En soms valt er iets over de bank heen. Maar je hebt nooit genoeg tijd om te lezen. Ja. Dan de boekenweek. Goed dat die er toch weer gekomen is, of is die te vroeg? Ja. Ja? Ja, ik vind het te vroeg, ja. Omdat... Ja. We zitten nog half in een soort van lockdown. Dus de zon begint te schijnen. Dus mensen gaan lekker in de tuin schoffelen en op het terrasje zitten. En desondanks hebben we vandaag toch wel heel erg druk gehad. Dus dat vond ik wel heel erg fijn.
Ja. Ja. Maar hoe belangrijk is zo'n boekenweek voor jullie? Boekenweek is wel belangrijk, mis daar echt ook aandacht aan besteed wordt en dat mensen het ook allemaal weten. Vandaag was gewoon echt, ik denk dat 25% nog niet eens, zeg maar eerlijk, 5% nog niet eens wist dat de boekenweek was. Nee, nee. En dan mis je natuurlijk ook dat ze met boekenweek gezegd niet kunnen reizen. Dat scheelt ook echt enorm. Ja. 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 Zo'n boekenweek schenken, dat klinkt allemaal leuk. Ik krijg een gratis boekje. Wie betaalt dat eigenlijk? Betaalt het... CPBN, jullie betalen. Een groot gedeelte. En daarnaast moet je ook een keer contributie betalen aan de Boekenbond. En dan word je ook nog een keer, nee, bij de CPNB, dan word je ook nog een keer per boek, moet je ook nog eens een keer betalen. Ja. Dus je betaalt een vol bedrag voor het boekje eigenlijk. Ja. Nou, je betaalt voor het boek, de CPNB betaalt een stukje, en de uitgever betaalt ook een stukje. Maar wij betalen, en, ja. Maar jullie betalen het meeste? Ja. Dat weet ik niet. Ik weet niet hoe die verhoudingen liggen. We krijgen gewoon een rekening en dan betalen we netjes. Ja. Maar het lijkt me ook moeilijk inschatten hoeveel van die boekjes je dan in moet kopen. Ja, dat weet je natuurlijk door de jaren heen. En de ene keer is een boekenweek beter dan de andere. Ja. Wat, hoe schat je in dit jaar? Boek van, Dat we een hoop overhouden. Ja? Ja, nou ja, nu geef ik maar gewoon weg voor alles. Hè. Normaal is het €15. Maar nou is gewoon ook als het minder is of mensen, ja, dan geef je dat gewoon weg. Ja. Maar waarom denk je dat? Gezien het feit en de aanloop van de boeken die we nu verkopen, dat we gewoon overhouden. Ja. We houden altijd over. Ja. We kopen altijd meer boeken geschenken en dan dat we denken weg te geven. Maar je wil niet zonder zitten. Dat wil je gewoon niet meemaken. Dus dan kun je beter overhouden. Ja. En, hoe bepalen jullie nou wat je inkoopt? Ik bedoel het qua boekweekgeschenken of qua boeken? Nee, maar boeken? Gewoon in het algemeen boeken. Oh, jongens. Ik denk dat het voor hun precies hetzelfde is. Althans, wij krijgen 3 keer per jaar krijgen wij een voorstel geleverd. Ja, en daar ga je zelf doorheen lopen. En dan ga je min en plus en dan ga je kijken. Ja, voor mij is het veel gevoelsweer en maatwerk. Ja, voor ons is het misschien wel anders omdat wij ook zelfstandig zijn. Dus we doen ook zelfstandig de inkoop. Dus we kijken alle folders na van de uitgevers met z'n tweeën. En dan doet één de voorselectie. We kijken in de computer wat de vorige gedaan heeft. En dat zetten we dan netjes allemaal erbij. En dan op een gegeven moment dan staan er plusjes en minnetjes en wat opmerkingen. En dan komen de vertegenwoordigers bij ons. En normaal gaan we naar de boekenbeurs. Maar ja, die is al niet meer geweest. Dus dan gaat het of via de mail of de vertegenwoordiger komt aan huis. Mm-hmm. Ja, zo. Is er een invloed van recensies in kranten, praatprogramma's op tv, radio? Zeker. Maar ja, dat weet je van tevoren niet. Hè. Je moet van die boeken zeker een half jaar van tevoren bestellen. Ja, vaak, nou ja, goed, van uitgevers krijgen dan wel van te horen. Let op. Hè, ja. Dat is goed, maar uitgevers wel eens vaker zeggen dat het heel goed is. Dus dat is een beetje... moeilijk, maar ja, je moet maar geluk hebben. Ja. Ja, je moet gewoon continu in de gaten houden wat er gebeurt. En dan moet je ook snel op kunnen reageren. Soms dan, wij hebben dan gewoon, als we een boek bestellen, kunnen we het de volgende dag al hebben. En daar maken we ook heel vaak gebruik van. Dus als je ziet dat iets goede recensie krijgt, of het is op tv, dan bestellen we het gewoon heel snel bij. Ja. En dan, ja, we willen gewoon scoren. Ja, nee. Ja. Laatste vraag. Er zijn er heel veel categorieën van boeken. Laten we het maar even grof noemen, de literatuur. Maar dan heb je ook nog een hele categorie van kookboeken, hobbyboeken. Ik heb de indruk dat in die laatste serie er steeds meer bij komt. En dat het ook steeds meer aftrek neemt. Is dat zo? Ja, mensen lezen steeds meer waargebeurde verhalen. Iets wat ze hebben, informatief. Ja, dat is wel zo. Ja, er wordt gezegd dat literatuur wel onder druk staat. Dus de verkoop van literatuur. Ja? Maar er komt gewoon er komt zoveel uit. Ja, eigenlijk al jaren te veel, denk ik. Te veel? Ja, de mensen kunnen dat niet meer absorberen. Dat is, En tijdens de corona is er natuurlijk wel minder uitgekomen. Ja. Dat vond ik zelf wel prettig. Want de afzonderlijke boeken kregen wel meer aandacht. Ja. En dat vond ik eigenlijk helemaal niet zo slecht. Maar goed, wat jullie betreft is er nog steeds ruimte en steeds meer ruimte.
gewoon voor de lokale boekhandel. We gaan door. Ja. Nou, dan gaan we gewoon door. Zonder kommer en kwel. Heel veel succes. Bedankt voor dit gesprek. En dan gaan we nu weer volgens het programma over naar de muziek. En daar staan... Ja, ik weet niet het toepasselijk nummer. Doe de deur maar dicht. Doe de deur maar dicht. De nacht mag even duren. Doe het licht maar uit. Zijn eindeloze uren. Oude mensen, ze dansen en ze zingen misschien. Oh, was het voor mij maar zo'n feest. Doe de deur maar dicht. Ik hoef het daglicht nooit meer terug te zien. Doe de deur maar dicht. De nacht mag even duren. Zet muziek hard aan. Geen zorgen om de buren. Want ik hoor ze al proosten en ze lachen voor tien. Ik niet, ik lig hier in bed. Doe de deur maar dicht. Ik hoef het daglicht nooit meer terug te zien. Doe de deur maar dicht. De nacht mag even duren. Doe het licht maar uit. Het zijn eindeloze uren. Oude mensen, ze dansen en ze zingen misschien. Oh, was het voor mij maar zo'n feest. Doe de deur. Ik hoef het daglicht nooit meer terug te zien. Ik hoef het daglicht nooit meer terug te zien. Laatste keer. Ik hoef het daglicht nooit meer terug te zien. Ja, we hebben dit festijn Taal aan de Maas extra genoemd. Omdat er eigenlijk al wat meerdere Taal aan de Maas gepland waren. Natuurlijk eerst bij het Boekenweek in maart. Dat ging toen niet door. Maar wij dachten, nou, deze Boekenweek moeten we wel aandacht aan besteden. Maar aangeschoven aan tafel is Mirjam Fransen, lid van de werkgroep die deze avond heeft voorbereid. Maar ook de werkgroep zit in de werkgroep Taal aan de Maas in Mil. Die op 12 juni plaats gaat vinden in Millisweert. Mirjam, wordt het een avond als deze? Vanuit hele andere invalshoeken, vanuit Sint-Hubert, Wilbertoord, Langenboom, weer hele andere regionale mensen die we hier hebben natuurlijk. In principe gaat het wel natuurlijk over woorden, over taal en hoe je mensen kunt inspireren en hoe je ze een mooie wereld kunt schetsen. En waar ze ook zelf in kunnen duiken. En het programma daar wordt hartstikke leuk. Het zal wel wat gelardeerd zijn met dialect, denk ik. Mensen uit Langeboom, die hebben zoiets. Die hebben ons in het programma aangegeven. Trots. Oh nee, ik moet even goed zeggen. Trots op Langeboom. Maar dat zeggen ze dan anders. Ja, jij komt niet uit Langeboom. Ik kom niet uit Langeboom, dat is duidelijk. Maar ook mensen uit Mil, dwars door Mil. Grut op Langeboom, daar is het. Maar ja. Dat is dan op zijn dialect. Ja, nou dat is ook de bedoeling van die taalfestijnen. Hè? Meer aandacht voor echte lokale, plaatselijke situatie. Omdat die dorpen straks allemaal opgaan in het Land van Kuik. Een element wat hier ook ontbreken en in Mil wel gaat plaatsvinden, dat is het zogenaamde schakelverhaal. Ja, dat is een vette verhaal. Klopt. Vertel, wat werkt? Lotte Samara Hermes hier uit Mil, of uit Kuik,
die maakt de start van een estafetteverhaal. Het is de bedoeling dat de burgervaders uit de verschillende gemeentes daar een vervolg op geven, wat bij het volgende literair adieu, zoals we het noemen, eigenlijk de festijnen, dat heb je net niet gezegd, maar dat is wel een belangrijke factor. Die burgervader die geeft het verhaal door vanuit Mil naar Sint-Tunis. En de burgervader daar die leest dat verhaal voor en geeft vervolgens zijn versie op het verhaal weer naar Boxmeer door. Ja. En zo gaat het door. Dat doen de burgervaders. De wethouders gaan ook nog iets doen. Ja, daar gaat Marco van der Plassen mee aan de gang. Die gaat mensen meenemen in het schrijven van een haiku. En dat is best wel een ingewikkeld versrijm wat daarin zit. Ik heb gelezen wat daarbij komt kijken. En dan denk ik van, nou, die wethouders die doen hun best wel. Mm-hmm. Nou, echt wel knap. En met, ik geloof, 5, 7, 5, met 17 woorden, de essentie weergeven van wat het betekent om afscheid te nemen van jouw gemeente. Mm-hmm. Dat is best wel een kluif. Ja, nou. Dus ik ben reuze benieuwd wat ze daarvan maken. 12 juli, dat duurt nog even. Is de kans aanwezig dat er daar wel publiek bij mag zijn? Ja, we hopen wel op 30 mensen. Ik mag het hopen. De geluiden die zijn positief genoeg. Dus daar gaan we vanuit. Ja, maar in ieder geval die avond is ook weer te volgen live via de omroep. Ja, toch? Dat gaat dan via de LOM Mail. Die gaan die streaming uitzenden. Ja, en daarna komen er nog Festijnen Taal aan de Maas in Kuik, in Sint-Antonis. Ik begrijp dat eerst Sint-Antonis aan de beurt is. Ja? En dan Boxmeer. Graaf, geen idee wanneer of die het laatste komen of daar nog tussen geschoven worden. Dat weet ik niet. Maar we sluiten wel af in Kuik, heb ik begrepen. Oké. Goed, bedankt. Dan weten mensen wat er nog allemaal te wachten staat. Okay. Wij gaan, daar komen regionale talenten aan de bod. En hier ook. Dus we gaan weer gauw naar een talent. Een taaltalent, zoals dat heet. Mijn volgende gast, Marijke Witteman. Marijke, welkom. Hallo. Ja, schrijfster van 4 kinderboeken, ja, geloof ik. En nu ga je een. Nu heb je een heuse thriller geschreven. Ja, een psychologische thriller. Verkeerde keuzes. Maar eerst even over je kinderboeken. Daar speelden vooral elfjes een belangrijke rol. Wat heb jij met elfjes? Elfjes hebben me altijd gefascineerd. En ik heb 4 kleindochters. Ja, wat is er dan mooier als een boekje schrijven over elfjes? Maar je schreef ze voor je kleinkinderen? Ja. Het was, of was het ook de bedoeling meteen al om ze te publiceren? Ja. Ja? Ja, ik heb hem geschreven echt wel met het idee van ik wil hem ook uitbrengen. Maar het is wel voor mijn kleindochters. De elfjes hebben de namen van mijn kleindochters. Een beetje verbogen, maar. Ja, ja. Wanneer ontdekte je dat je talent had om te schrijven? Nou, eigenlijk denk ik tijdens het schrijven van dat boekje. Maar heb je het zelf ontdekt? Of zei iemand, god, nee, ik ben maar netjes voor op cursus gegaan. En tijdens die cursus is het boek ook volmaakt en is het uitgekomen. Ja, en wat betekent schrijven voor je? Ja, ik vind het heerlijk. In de hoofden van mijn personages kruipen en beleven wat die beleven. Ik schrijf beelden, dus ik zie bijna wat ik schrijf. En ja, dat is heerlijk. Ja. Ja. En toen kwam er in één keer de thriller. Ja, die verkeerde die, keuzes. Ja, zoals ik al, die drong zich op. Ja, jij vertelt daar zelf van, het verhaal drong zich aan mij op. Het verhaal heeft mij uitgekozen. Ja. Zo voelt het ook echt. Ik maar was vertel, met mijn laatste. Verscheen het in een droom? Verscheen de moordenaar en die nee, zei, maar nee, helemaal niet de moordenaar. Nee, oh. Nee er zit een grondslag aan. Er zijn een paar jaar geleden 2 meisjes van 14 jaar door kinderen van de school vermoord en verkracht. En ja, ik heb 4 kleindochters en 2 dochters, dus dat hield me nogal wakker. En daarna in datzelfde jaar is een meisje van de Egyptische ambassade in Egypte
Nederlands meisje had een feest en is met de taxi naar huis gegaan om veilig thuis te kunnen komen. Door die taxi verkracht en vermoord, omdat ze een korte rok droeg. Mm-hmm. En die discussie had ik met mijn man jaren daarvoor, toen onze oudste dochter 17 was en uitging en ook een kortere rok droeg. Terwijl ik zei, ja, maar er is geen vrijbrief om aan te zetten. Dus dat verhaal, dat die twee componenten, die spookte zo door mijn hoofd dat ik echt gewoon daar niet meer van kon slapen. Mm-hmm. 4 nachten wakker heb gelegen en de proloog heb geschreven en toen was het goed. Ja. Het is een verhaal wat geschreven uit, vanuit verschillende invalshoeken. Hè? Ja. Er zijn een aantal personages die het hele proces beschrijven en sommige passages worden als het ware gekopieerd. Hè? De ene keer vanuit... Er staat 1 dubbeling in, dat is... Tess, de persoon die het Tess gebeurt. Is de dochter. Ja, Tess is de dochter die niet meer thuis komt. Ja, dat proloog is vanuit haar geschreven. En diezelfde situatie heb ik ook beschreven vanuit het oogpunt van de dader. Dus daar zit een spiegeling in, behalve dan de gebeurtenissen die hun zelf beleven. Mm-hmm. Verder is, maar de rest is allemaal op zichstaande stukken. De dader is, we weten zijn naam niet. Maar de dader is eigenlijk van begin af aan bekend. Ja. Je noemt hem hij. Ja. En elke keer komt ook... Hij als figuur telkens. Ja, omdat ik het heel belangrijk vond om ook te laten zien wat het met zijn leven doet. Mm-hmm. Hoe hij verder zou moeten met wat hij op zijn geweten heeft. En hoe hij daar zijn weg in probeert te vinden. Ja, dus het gaat niet zozeer over de dader vinden. Nee. Het gaat over de zoektocht. Het gaat over de zoektocht. Wat is dan de verkeerde keuze? De verkeerde keuze is die de hoofdrolspelers gemaakt hebben. Dat is rode draad door het boek. Alle 3 mijn hoofdpersonen, dus zowel de vader als de moeder als de dader, maken een verkeerde keuze die voor de rest van hun leven een invloed heeft. Die hun leven desmatig verandert, dat ze nooit meer terug kunnen. Ja, zo'n boek, het is een spannend boek. Het leest als een trein, zeggen ze dan. Hè. Je schrijft inderdaad heel beeldend. Maar de compositie van zo'n boek lijkt me enorm lastig. Ja. Werk je met schema's zo van... Ja, ik heb echt... toen de proloog klaar had, heb ik ook echt een paar maanden laten liggen. Het moest rijpen en rusten, noem ik dat dan. En daarna ben ik gaan kijken, hoe wil ik het opzetten? Waar begin ik mee? En wat is de chronologische volgorde? Omdat alle 3 de verhaallijnen zijn gewoon heel belangrijk. Maar moeten ook overlappen. Dus, en dat kan alleen maar door de perspectiefwijs te wisselen, te gebruiken. Mm-hmm. Maar het is een hele andere manier van schrijven dan een kinderboek schrijven, denk ik. Ja, daar zit wel een verschil in. Hoe is dit schrijfproces gedaan? Ik heb begrepen, er was een soort coach bij. Ja, ik heb schrijfcoach in arm genomen. Nee, met de schrijfcoach begonnen. Zij heeft de kleurrijke schrijvers opgericht. Mm-hmm. Er zijn meer mensen die haar als coach hebben. En wij komen 1 dag in de maand bij elkaar. Dan hebben we of een perspectiefopleiding of een allemaal stukjes cursus over bepaalde facetten van het schrijven. En de rest van de dag, of de ochtend of de middag, schrijven we zelf aan ons eigen werk. Mm-hmm. Maar je doet het samen. Dus dat verbindt. En er komen ook gewoon betere boeken uit. Je praat met elkaar. Waar loop ik tegenaan? Waar heb jij last van? Hoe kunnen we dat samen oplossen? Mm-hmm. Dus dat werkt heel goed. Is een... jij zegt deze thriller. Het is een psychologische thriller. En dat vind ik wel belangrijk. Het zit echt in hun hoofden, wat er gebeurt, de spanning. Een psychologische thriller, en wat is het tegenover, of wat is het ander een dan? Thriller, een gewone thriller. Hier staat gewone thriller. Maar ja, hier staat psychologische thriller. Het staat er achter. Ja. Een gewone thriller is bijna altijd moord en doodslag. En dat valt bij mij wel mee. Het zit vooral in de onderhuidse spanning. Het valt bij doden. Ja, het is vooral de onderhuidse spanning dat het... Die beschrijf je ook vanuit de verschillende karakters. Ja. Ja, die ook met elkaar botsen. Vaak zelfs. Hè? En vooral ook de zoon. En de moeder. Dat is een beetje het ondergeschoven kind, denk ik. Maar hoe ontstaan die karakters? Nou, ik vond het eigenlijk wel heel mooi hoe Ineke dan net zei. Want je gaat dus inderdaad nadenken... En vooral in een psychologische thriller moet je niet van die hele vrolijke vlieren fluit het leven heen. Mm-hmm. Er moet wel iets aan onder liggen. Dus ik heb bij alle 3, ook bij de dader, heel goed nagedacht hoe ik die lagen kan afpellen. Om dan steeds weer een stukje meer bloot te geven. Om zo uiteindelijk tot het slot te komen. Ja.
Aan het eind van het boek, in het nawoord geloof ik, kondig je eigenlijk alweer een nieuw boek aan. Hè? Nou, niet met zoveel woorden, maar ja. Nou ja, goed. Ja. Nee, toch? Ja. Heb je de smaak te pakken? Ja. Wordt ik het heb weer de proloog alweer geschreven. Hè? Ook die drong zich erop. De proloog staat alweer op papier. Maar wordt het weer een triller? Ja, het wordt weer een triller. Ja. Dit boek speelt heel uitdrukkelijk in Malden. In de omgeving, hè? Ja, in Malden. In Malden. Ja. De volgende ook weer? Nee, niet per se. Maar dit moest gewoon. Ik ken het fietspad. Het is het fietspad tussen Malden en Nijmegen, die bosweg. Die ken ik, daar fiets ik zelf heel op. En toen dit verhaal dus naar boven kwam, nou, kon voor mij maar één plaats de Kruimsdienst in. En dat was dat fietspad. Het mooie is, ik krijg nu van mensen terug die daar dus ook gefietst hebben. Ik fiets heel anders over dat pad. Ja? Ja. Als het een... er komt een nieuwe triller aan. Mm-hmm. Maar wordt het dan net als bij de elfenboeken een soort serie? Nee. Het wordt totaal iets anders. Ja, ik ben nu... De werktitel van het andere boek wordt Vuurdoop. En dat gaat gigantisch anders worden als dit. Maar wel weer... Ja, ik schrijf op die manier. Ik zie het. Ik beleef het. Ik heb hier heel wat tranen bij vergoten. Maar betekent dat dan ook dat je geen kinderboeken meer gaat schrijven? Daar ben ik ook mee bezig. Ook? Met een... iemand met zoveel te doen. Ja. Ik ben nu aan het denken aan een boek voor kleinere kinderen nog even. Nog kleiner? Ja, een prentenboek. Een prentenboek? Ja. En ga je zelf tekenen? Nee. Nee, dat kan ik. Nee, dat kan ik niet. Nee. Dus dat moet ik laten doen, de mensen die dat kunnen. Ja. Okay. Nou, dit was in ieder geval... Ik denk een prachtig debuut. Spannend. En die psychologische kant komt er eigenlijk heel goed in naar voren. Bedankt en succes met het volgende boek. Dankjewel. Ja, en dan wordt het tijd dat we toch weer even gaan luisteren naar muziek. Bijzondere muziek. Gezongen door John van Raay. Hij kan wel zingen, zegt hij zelf, maar hij is geen zanger. Hij is dichter. Of zoals hij zelf zegt, woordkunstenaar. Zo schept hij nieuwe verbanden tussen woorden of nieuwe woorden. Zacht woorden is zo'n woord. Daarover straks meer. Uit zijn bundel Zacht woorden, nu eerst het lied Als de oorlog is gedaan. Nu er weer een moeder oud, om haar zoon vreed afgeslacht, wordt er door de hoge heren over een antwoord nagedacht. Nu een moeder vraagt waarom, wordt zelfs die vraag verkracht. En om haar stil te krijgen, klinkt het woordje overmacht. Nu haar zoon al is begraven, en zijn grafsteen is geplaatst, hoeft men niets meer te doen dan 2 minuten stil te staan. Maar een moeder vraagt zich af wat er toch is misgegaan. Ik liet mijn zoon alleen maar in mijn liefde doen geloven. Want die leefde tussen ons in die warme afscheidszoen. Hij mocht weggaan als hij wou, maar wel om thuis te komen. Want de oorlog was een spel waar hij nooit aan mee mocht doen. Is het dan te veel gevraagd om zijn dood nooit te vergeten, zodat op het ereveld ik niet langer hoef te staan? Die mij nog kwelt, komt mijn verdriet ooit stil te staan? Kan de oorlog dan ooit eindeloos duren? Een oorlog is een vreselijk spel, vol lijken, stank, gelijke hel en rotte geuren van de dood. Van haat en onverschillig.
Nooit zijn de zonen in de strijd de weg naar vriendschap, tederheid. Want nu de moeder ouder wordt en op weg is naar haar zoon, zingt nog steeds de leugen rond in akkoord met valse toon. Nu zijn jong gebroken leven hier als doodnaam wordt gemeld, wordt er nog steeds gezwegen op het grijze ereveld. Nu wij hier met dichte ogen en in stille droefheid staan, om haar met hart en ziel naar haar zoon te laten gaan. Sluiten wij haar oorlog af, laat haar verdriet nu stil gaan staan. Een oorlog is pas afgelopen wanneer de moeders sterven gaan en zij zich scharen bij hun zonen die hen in de dood zijn voorgegaan. Laat hun verdriet nu eindelijk rusten. Geef het een plaatsje in de tijd. En laat de moeders zich omarmen in de dood, vol liefde en teerheid. Als de oorlog is gedaan, uit de bloemlezing zacht worden, waarover hij zelf zegt: het is in het kader van de landelijke bevrijdingsthema 75 jaar vrijheid mijn hommage aan de soldaten die gevallen zijn in de strijd voor de vrijheid waarin ik mag leven. De bundel vormt tevens een papieren monument voor mijn oudste broer Henny. Het noodlot, de dood en de oorlog zijn niet kieskeurig bij het kiezen van hun slachtoffers. Al wat ik kon doen, is de soldaten en hem blijven herinneren in mijn gedachten en met zacht woorden. John, welkom. Het noodlot van jouw broer. Ja. Jaren na de oorlog. Ja, in 1980, 36 jaar na de oorlog, ontplofte er nog ergens een mijn langs de Maas. En waarschijnlijk doordat hij daar opgetrapt is. En dan word ik, 36 jaar de oorlog, word je aangeraakt, aangetikt door de oorlog. Mm-hmm. En dat, dat was gelukkig, tussen haakjes gelukkig, was mijn interesse in de oorlog, die was er al. Maar het blijft onwezenlijk voor mij om voor een monument te staan, waar zijn naam op staat. Want hij heeft niet gevochten. Voor mij is hij niet gesneuveld. Maar het geeft wel de waanzin van een oorlog aan. Ja. Trouwens, prachtig gezongen, dat lied. En in dat lied staat de tekst: komt verdriet ooit stil te staan? En als je nou in jouw bundel kijkt en leest, dan is het antwoord nooit. Nee, maar dat hoeft ook niet. Alleen, je moet je niet zielig gaan voelen in je verdriet. Mm-hmm. Maar ik hoef mijn verdriet ook niet kwijt. Ik kan het wel dragen. Misschien doordat ik erover schrijf, dat weet ik niet precies. Maar je moet je ook niet wentelen in verdriet. Van kijk, mij eens zielig zijn. Want er zijn moeders die hebben 2 zonen verloren, die hebben 3 zonen verloren. Dus je verdriet is niet te meten. En ik heb ook ergens geschreven, verdriet is een priemgetal. Ja, wat bedoel je daar dan mee? Omdat verdriet niet te delen is. Als ik langs mijn broer zit of langs mijn zus zit. Ja, we kunnen niet een wedstrijdje gaan houden. Wie mist nou wie het meeste? Mm-hmm. Je zit altijd gewoon, alles zit hier. En dan kunnen 6 man in een witte jas langs je zitten. En therapieën volgen en weet ik allemaal wat. Maar jij probeert je verdriet wel te delen door erover te schrijven. Ja, verdriet is universeel. Ik ben gelukkig niet de enige die
En ik lees zelf ook gewoon heel veel en ik luister veel muziek. Maar uiteindelijk is verdriet niet te delen, want ieder moet zijn deeltje dragen. Mm-hmm. En iemand die heel, een broer van mij gaat misschien meer lachen door het leven als ik. Maar ik ben niet zo'n treurwilliger als het lijkt van wat ik schrijf, totaal niet, vind ik zelf. Maar ik kan niet weten wie nou het, afgelopen januari is een tweede broer van mij overleden. Ja. Maar ja, ik kan niet weten of mijn andere broer, ik had er vier, of die hem meer mist dan ik. Mm-hmm. En dat is geen competitie, verdriet is geen competitie. Ja, maar als we kijken in jouw bundel, hè, want je schrijft over, ja, in de bundel over een langere periode, hè, vanaf, ik geloof het eerste gedicht is vanaf, ja, 1988. En overal klinkt toch een beetje die tweestrijd door. Zo van enerzijds de clown, die je wil zijn. En de melancholische man, de zwaarmoedige man. Ja, die clown, daar kun je voor kiezen. Die melancholische man, daar is er met de muziek in gekomen. Het moet wel ergens over gaan. Ik moet geen huppeliedjes hebben, daar kan ik gewoon niks mee. Teksten moeten mij raken. Maar is het dan een wens voor jou? Je zegt zelf, mijn woorden moeten af en toe in mijn huid krassen. Ja, af en toe doet het wel pijn voor mezelf, wat ik schrijf. En als ik een bundel presenteer, dan ben ik wel zo slim om mensen te kiezen. Die teksten voordragen die ik zelf gewoon niet voor de bühne krijg. Ik kan ze nog wel schrijven, maar ik ga ze niet voordragen. Maar hoe verhoudt zich dat dan met de clown in jou, het kind in jou? Ja, ik ben een groot kind. Sorry? Ik ben een groot kind. Ja. Ik heb ook gewoon heel veel plezier in alles. En mijn vriendin wordt af en toe ook een beetje... Ik heb wel eens aan de kassa in de winkel gestaan. En dan zegt die juffrouw tegen mij, 1945... En dan zeg ik, einde van de Tweede Wereldoorlog, noem nog eens een getal. Ja, daar ben ik ook. En dan weet die juffrouw in de kassa, die had iets van, wat zegt die man nou? Mm-hmm. Dus ik ben in die zin, ja, heel ad rem, tot vervelens toe af en toe. Ook tot mijn eigen, dat ik denk, hou nou eens een keer je mond. Mm-hmm. Maar dat is inherent. En zeker als ik taal zie of met taal bezig ben, ja dan. Ja, jij speelt met taal en met woorden. Zachte woorden. Wat is dat eigenlijk? Zachte woorden zijn voor mij de woorden die ik op, met name op begraafplaatsen, militaire begraafplaatsen lees. Op de monumenten en op de zuilen en op de stenen. Want in de dood is het mooie van een militaire begraafplaats. Zijn we ook allemaal gelijk. Die militairen die hebben precies... afgemeten, even dikke stenen, even hoge stenen. Welke rang ze ook bekleden in het leger. Mm-hmm. En er staan teksten bij, ja. 20-jarige zonen die in Canada zeggen, ja, ik moet naar Holland, moeder. En die moeder krijgt op een gegeven moment een brief thuis. Ja, ja. Behalve deze bundel heb je natuurlijk meer geschreven. Hoe schrijf jij... Komen de dingen op? Zoek je ze? Nee, ik zoek ze niet. Vaak is iets de aanleiding. Of ik ben ergens geweest. Of soms is een foto een aanleiding. En voor die bundel heb ik aan mijn broer gevraagd, Koen, die overleden is. Van, ik moet een foto hebben van Prikkeldraad. Ik heb een gedicht over het requiem van Prikkeldraad. En die heeft hij dan gemaakt. Mm-hmm. Vaak zijn het gebeurtenissen in zijn eigen kring. Ik stond ook met een autoverkoper te praten. En hoe het gesprek zich gekeerd heeft, dat weet ik niet. Maar toen vertelde hij tussen neus en lippen door dat een broer van hem zelfmoord had gepleegd. En toen vond hij zichzelf 3 jaar verder terug in een gedicht in mijn bundel. Hmm. Dat houdt me dan bezig. Maar hoe werkt dat dan? Ja, hoe werkt het? Vaak is in eerste regel, bij deze tekst onderhanden had ik de eerste regel, het is een lied van Chef van Uitsel.
Als hij zomaar weg zou gaan. Dat is een van de mooiste liefdesliedjes die geschreven zijn. En ik had die eerste regel. Nu er weer een moeder houdt. En die schrijf ik dan op. Ja, en ik zit tegenwoordig in de WW, dus ik heb alle tijd om... Maar ik ben geen schrijver die s'nachts om 3:30 ineens ingevingen krijgt of zo. Dat niet? Nee, totaal niet. En ik ga er ook niet voor zitten om eens dramatisch uit te pakken. Dit is nou eenmaal mijn palet, waar ik het meeste in kwijt kan blijkbaar. Mm-hmm. En ik word ook wel eens gevraagd. De mensen zeggen, ja, mijn oom en zo, kun je iets op papier zetten? Ik zeg, nee, dat kan ik niet. Ik ken haar oma niet of zijn oma niet. Dat lukt me ook niet, want dan wordt het ook een kunstje. En dan weet ik, wil ik dat niet. Ik heb al op te veel begrafenissen gestaan in een in intieme kring. Dus ik wil geen... Daar wil je niet aan binden. Nee. Opdracht. Ik kan niet op commando iets... Ja, ze hebben toen met de cd Hoogwater, vroeg Peter God. We hebben een melodie. Het moet over de Maas gaan. Ja, over de Maas en ik, dat lukt wel. Mm-hmm. Ik ben tegen de Maasdijk aan geboren. Mm-hmm. En ik heb er zwemmen geleerd. En ja, dat is de enige tekst eigenlijk die kwam. Maar je hebt er ook een aantal jaren geleden voor de gemeente een aantal gedichten geschreven over vrijheid. Ja, maar die waren er al. Oh, die bestonden al, die hebt gewoon bij elkaar gezien. Ja, dat is ook een beetje de misvatting met zacht worden. Want ze zeggen wel eens, je bent nogal met je overleden broer bezig. Maar uiteindelijk kwam ik erachter, het is nou 41 jaar geleden volgende week, dat ik maar 18 gedichten over hem geschreven heb. Mm-hmm. En dan doe ik hem eigenlijk nog te kort. Ja. Dus het is niet zo dat ik... Ik ga er niet voor zitten om bewust... Het is nou eenmaal... Ja, wat ik net zei. Het is mijn palet. Mm-hmm. En zo heb je schrijvers. Frank Boeien heeft het al. Dat kun je ook aan zijn woordenschat horen. Bij Bram Vermeulen bonkt een hart. Dat slaat nooit of dat klopt niet. Dat bonkt bij Bram. En ik heb zo ook mijn woorden. En soms gooi ik woorden aan elkaar. En of ze dan bestaan of niet, daar heb ik met Geert Frans een keertje over gehad. En zegt Geert, als jij het opschrijft, dat is heel simpel. Vanaf dat moment bestaat het. Ja. Jouw vriendin zegt, jouw gedichten zijn je kinderen. Ja. Ja? Ja, dat klopt. Ik heb geen kinderen en dat is... een groot gemis. Het grootste gemis eigenlijk. Als ik los van de dood en... dat doet mij wel iets. Ik heb heel lang gevoetbald. En 11 foto's, die leg ik voortaan weg. Want dan zie ik soms 10 vaders. Mm-hmm. Dan sta ik er langs. Mm-hmm. Want je eigen vader heb je ook nauwelijks gekend, hè? Ik was 9 toen hij stierf. Ja. En die heb ik, hoe raar dat klinkt, in die zin nooit gemist als persoon. Daar heb ik ook gewoon weinig herinneringen aan. En ook niet met voetballen. Alleen, sta ik zelf langs de lijn met de kleinzoon te kijken. Want mijn vriendin heeft 2 prachtzonen met prachtige kinderen. En nou mis ik die meer als toen. Mm-hmm. Ik heb een collega gehad, die is in al die jaren, zijn zoon is nu al 20 jaar, maar die heeft nog nooit ook maar 1 meter gefietst met zijn zoontje in een kinderstoeltje. Mm. En dat is op de een of andere manier. Met de zonen van mijn vriendin gaat dat prima. Maar je krijgt wel eens voor de kiezen. Als ik zeg dat ik opa ben. En zo noemen de kinderen mij ook. Dan zeggen de mensen wel eens van... maar ze zijn niet je echte kleinkinderen. Ja, dat doet pijn, hè? Ja. Maar je gedichten...
zijn wel je echte kinderen. Ja, gelukkig wel. Ja. Ja. En dan staan er nou geweldig mooie. Ik vind het ook het knappe van jou, jij bent je niet aan een vorm, hè? Ja, dat is dan allemaal toeval, want zoals ik al zeg, ik ga niet berekenend zitten van, oh, ik moet toch nog eens een... Nee, maar er zijn gedichten bij, dat zijn ja, alle woorden, 1, 2 woorden onder elkaar. En er zijn gedichten bij die... Ja, klopt. Soms dan zit ik echt, dan wil ik oké, probeer er een sonnet van te maken. Ja. Maar soms heb ik ook iets van, ja, ik doe maar wat, zeg ik af en toe. Ja. En ik heb wel geleerd te schrappen. Ja. En dan merk ik nou ook met wat ik aan het schrijven ben. Want ja, er ligt genoeg materiaal voor een nieuwe bundel uit te brengen, maar ik heb... Dus die komt eraan? Ja, wordt misschien wel 3 boekjes tegelijk. Ik ben een roman aan het schrijven. En dan heb ik... Ik zei tegen Geurt Frans, die titel, werktitel is Amicitia. Toen moest je aan de fanfare denken. En achteraf denk ik, ja, dat klopt ook wel. Alleen Amicitia, dat is het begrip dat je een... dat is een vriendschap rijkend aan liefde. Ja. Een vriendschap is belangrijker dan liefde. Okay. Een mooie bundel, een mooi gedicht. Ja, een van de mooiste vond ik toch weer Clownsvuur. En die, die ga ik niet voorlezen. Nee. Nee, ik ga hem ook niet voorlezen. Maar daarin schrijf je duidelijk, ja, ik ben altijd een kind en dat wil ik blijven. En ik hou van dat kind en ik hou nog meer van die clown. Ja, en dat blijf ik ook doen. Bedankt, John. En bedankt zeker voor het mooie lied. Dank je wel. John heeft gezongen en we gaan weer terug naar de muziek. En nu weer opnieuw naar de muziek van Bart-Jan Baartmans. En hij gaat nu zingen feestmuziek. Eerst weer de techniek. En het water. Als je tegenwoordig een liedje wil maken wat een hitsong moet worden, dan moet er ongeveer op 1 minuut 15 in het lied komen. En zonder werkt het niet. En in alle liedjes van nu zit ergens En die liedjes die zijn gemaakt voor massale beleving. En mijn liedjes zijn eigenlijk meer gemaakt voor mensen die boeken lezen. En dit liedje helemaal, het heet feestmuziek inderdaad. Houd van films zonder happy end, ook als je daar van slag van bent. Ik zie dat nooit als punt van kritiek. Een beeld dat raakt, een lied dat schijnt, een boek waar je bijna weg bij kwijnt. Maar waarom word ik triest van feestmuziek? Ik houd van drinken, roken ook. Op zijn tijd een puntje koken, houdt me weg van dokter en kliniek. In bruin café of spiegeltent, volledig in mijn element. Maar waarom word ik triest van feestmuziek? Van feestmuziek, feestmuziek. Waarom word ik triest van feestmuziek? Feestmuziek, waarom word ik triest van feestmuziek? Ik houd zo van haar levenslust, ik bloei echt op als zij me kust. Ze steunt me als ik somber ben, of in de war of ziek. We schuifelen de kamer door, ik
fluister zachtjes in haar oor. Waarom word ik triest van feestmuziek? Feestmuziek, feestmuziek. Waarom word ik triest van feestmuziek? Van feestmuziek, feestmuziek. Waarom word ik triest? Als ik zo'n hitsong schrijven kon, vol nacht voor tier, vol ochtendzon. Perfect getimed, op maat gerijmd, in een creatieve piek. Met trompetgeschal en met tromgerof, trompetgeschal. Successen vierde overal, dan werd ik nog steeds triest. Van feestmuziek. Van feestmuziek. Feestmuziek, begrijpt al? Waarom word ik triest? Van feestmuziek. Feestmuziek. Waarom word ik triest? Van feestmuziek. 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 Waarom word ik triest? Van feestmuziek. Feestmuziek. Waarom word ik triest? Van feestmuziek. Dankjewel, dat was Bart-Jan Baartmans. En Bart-Jan Baartmans is binnenkort, 28 en 29 juni, nog in dit theater te zien, samen met Jacques Poels en Jan Hendricks. En ik begreep, er zijn nog kaarten. Ja, dan lopen we langzaam naar het einde van dit programma. We hadden het nog graag gehad over de dichtbundel van Jo Jansen, Treinen, waar die zijn herinneringen, impressies vanuit de tuin, maar ook vanuit zijn tuin. Maar Jo heeft een opname gehad in het ziekenhuis en was niet in staat om hier vanavond te zijn. Vanaf deze plaats beterschap, Jo. We hadden ook nog graag Marco van der Plassen in de uitzending gehad, maar die zit ongeveer in hetzelfde bootje. Ook een ziekenhuisopname. Haiku's, daar hebben we straks even met Mirjam over gehad. Er staan prachtige haiku's in het boek wat nog steeds actueel is. Haiku's van Marco van der Plassen en foto's of gouaches over de Maasheggen. We gaan langzaam het programma afsluiten met Geurt Fransen. Geurt is schrijver, columnist, verhalenverteller. Ja, je moet altijd maar afwachten wat het wordt. Het wordt iets met een muts of een ode aan de fantasie, Geurt. Fransen, wat gaat het worden? Een verhaal, een gedicht, een column. Hij spoelt zijn keel. Geurt, prik hem erin. Dankjewel, Willem. Ja, ik was gevraagd om een column te schrijven. En ik ben heel hiërarchisch, zit ik in elkaar. Dus als iemand mij een opdracht geeft, dan voer ik die netjes uit. Maar ik moet al twee keer in de week een column schrijven voor de Gelderlander. En die moet altijd precies zo lang zijn. En die moet altijd over een actueel onderwerp gaan. Dus ik dacht, ja, moet ik dat nou doen? Maar goed, ik zette me aan een column. En toen, halverwege dacht ik, ik weet niet of ze dit een column zullen noemen. Maar goed, vrijheid, blijheid. Hè? De muts, of een ode aan de fantasie. Als het fluitsignaal klinkt, zoeken de spelers van Manchester City en Chelsea de kleedkamers op. Het is overigens 0-0 nog steeds. En schakel ik over op een andere zender. Vanuit de Schouwburg wordt een boekenprogramma gestreamd. Achter het spreekgestoelte staat een man
die een verhaal voorleest waarin ik plaatsneem in een wachtkamer. Ik kijk om me heen, wachtenden zoals ik. Een enkeling wrijft over zijn bovenarm. Tegenover me zit een man met een verweerd gezicht. Grijze krullen walsen om zijn hoofd, laten zich met tegenzin in bedwang houden door een muts van bont. Een muts van wasbeerbont. Ik knik een groet en zeg: dat zie je niet veel meer, een muts van wasbeerbont. De man haalt zijn schouders op. Van de week gekregen voor mijn verjaardag. Weet je dat ze die beesten zomaar uit een boom schieten? Maar het is zonde om zo'n mooi velletje weg te gooien. Dus. Hij haalt luid zijn neus op. Een haviksneus zie ik nu. Een weerbarstige rots in een zee van rimpels in de nasleep van een orkaan, gesecondeerd door priemende ogen die het observeren gewend zijn. Of ik een tientje kan wisselen, vraagt hij. Ik tik ostentatief met mijn handen tegen de zakken van mijn colbertje. Wie heeft er nog cash op zak, zeg ik. Iedereen wil dat je pint. Zelfs op de milieustraat mocht ik niet contant betalen. Het virus zit overal, zeggen ze. Op winkelwagentjes en deurklinken en zelfs op briefjes van 10. Ze zeggen zoveel, zegt de man met de wasbeerbonte muts. Ze zeggen zoveel en ze geloven zoveel. Maar zelf denken, ho maar. Dat volk van tegenwoordig luistert zelfs naar de weerman. Maar wie heeft een weerman nodig om te weten vanuit welke richting de wind waait? Kijk, zegt hij. Zijn rechterhand verdwijnt in een zak van zijn jas. Ik zie nu pas dat het een stofjas is. Een werkmansjas van verschoten blauw. Hij laat me een mobieltje zien. Een Nokia uit het jaar 0. Hij scharniert zijn bovenlichaam samen zweerderig naar me toe. Ze tappen alle telefoons af, fluistert hij. Ook die van jou. Hij gooit de Nokia op de grond en trapt het ding met een ferme trap van zijn cowboylaars in gruzelementen. Stukjes kunststof, stukjes aluminium schieten alle kanten op. Ze kraken onder de schoenen van de doktersassistenten die een nieuwe wachtende zijn plaats wijst. Niemand kijkt op of om. Dat van die weerman heb ik vaker gehoord. Ik pijnig mijn hersens. Maar waar en wanneer? Ik sluit mijn ogen om me beter te kunnen concentreren. Maar mijn geheugen laat me in de steek. Het toont zich net zo tegendraads als dat vergeten doosje waarin ik vroeger maden bewaarde. Maden die ik als aas gebruikte bij het vissen. Met heel veel moeite krijg ik het lipje van het doosje open. Dan exploderen honderden vliegen in mijn gezicht. Als ik mijn ogen weer open doe, heeft iemand mijn brillenglazen vervangen door melkglas. Ik zie nog genoeg om de man met de wasbeerbonte muts tegenover me te herkennen. Maar het is enkel zijn contour en die contour is verdubbeld. Er zitten er nu 2. De kopie van de 1 is slordig over de ander gelegd. Dan barsten de glazen en wordt de gedubbelde man tegenover me een 17e eeuwer op een schilderij vol craquelé. En meteen daarna dringen de tanden van een hooivork vlak boven mijn ogen door mijn huid. Dit is hoofdpijn. Maar geen gewone hoofdpijn. Dit is de hoofdpijn van ijs. Daar is mijn vader. Hij heeft me dat ijsje beloofd als ik braaf mee ging wandelen op zondagmiddag. Ik heb het wolkje ijs dat boven het horentje uitstak in 1 grote hap naar binnen gewerkt. En nu is de hoofdpijn boven mijn ogen niet te harden. Au, papa, au. Daar komt die vork alweer. Ik krimp ineen van de pijn en sluit opnieuw mijn ogen. Ver weg klinkt een lied. Ik herken de stem van Lil Kleine. Houd je neus schoon, zingt hij. Dat zie ik hem ook. De bling-bling om zijn pols blijken handboeien te zijn. Zijn handen deinen schutterig mee in de melodie van een rap waarvan het meeste onverstaanbaar is. Gelukkig schiet Alexander Lukashenko me te hulp.
Hij houdt kartonnen borden in zijn hand, waarop de tekstregels staan van Lil Kleine's rap. Hij toont ze in de juiste volgorde, laat steeds op tijd een bord vallen, zodat de volgende regel van het lied zichtbaar wordt. Zoek een nieuwe vriend als je beter verdient. Vermijd de schandalen en draag nooit sandalen. Word ziek als het moet, maar genees dan weer goed. Verdien een medaille met een verhaal in braille. Pas op voor het meisje dat je ooit aanbad. Ze zal je verraden in het bubbelbad. Ze zal je verraden in het bubbelbad. Dan trekt iemand het toneelgordijn van de Schouwburg open en betreedt de man met de muts van wasbeerbont het toneel. Met een gerichte klap slaat hij Lukashenko tegen de grond. Die is voor Roman Protasevich, roept hij. Hij raapt een van de tekstborden op en schrijft op de achterkant: houd je parkeermeter in de gaten en volg geen leiders. Volg geen leiders. Het lied sterft weg en de pijn in mijn hoofd ook. De zanglijster die me elke ochtend wakker maakt met zijn drukke vleierijtjes, imiteert het fluitje van een scheidsrechter. Ik voel een zachte hand die tegen mijn schouder tikt. Meneer, meneer, hoort u mij? Ik open mijn ogen. Waar ben ik? In de wachtkamer. U heeft zojuist een prik gehad, tegen corona. U moest een kwartiertje wachten vanwege mogelijke bijwerkingen. Bent u in slaap gevallen? Ik sta op. De stoel tegenover me is leeg. Ik kijk de wachtkamer rond. Er is niemand meer. Alles goed? Vraagt de doktersassistente. Ik hoor een lichte bezorgdheid in haar stem. Zie het ook in haar levieblauwe ogen. Alles is goed, antwoord ik. Ik heb hooguit een beetje raar gedroomd. Heet jij niet Maggie? Ze schudt haar hoofd. Op weg naar buiten kom ik langs de balie. De radio staat aan en ik hoor flarden van een lied dat ik lang niet heb gehoord. You don't need a weatherman. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Als ik bijna bij mijn auto ben, hoor ik mijn naam roepen. Ik draai me om. Uit de dokterspraktijk komt een meisje gehold. Het is Maggie, die eigenlijk anders heet. Ze heeft iets in haar hand, zwaait ermee. Meneer, meneer, u vergeet iets. Dan herken ik dat wollige ding in haar hand. Het is een muts. Een muts van wasbeerbond. Ik schud mijn hoofd. Die muts is niet van mij, zeg ik. En ik lees in haar ogen dat ze weet dat ik lieg. Maar ze zwijgt en draait zich om. Thuis ontbloot ik mijn bovenarm. De pleister die ik weg wil trekken zit er niet. Ik kijk in de spiegel. Geen gaatje van een spuit te bekennen. Dan klappert de brievenbus. Er ligt een oproep op de mat. U wordt uitgenodigd voor de eerste prik. Dankjewel. Dankjewel, Geurt Fransen. Dames en heren, dit was Taal aan de Maas Extra. Een programma in het kader van de vandaag begonnen Boekenweek. Wij hopen u hongerig te hebben gemaakt naar boeken. En als u deze week een boek koopt, dan krijgt u er een fraai Boekenweekgeschenk bij. Wat wij zagen van Hanna Bervoets en uiterst voordelig, het is zij van Roxanne van Ypres. De Boekenweek duurt een paar weken. Bedankt voor het kijken. Bedankt ook voor het maken. En die dank geldt dan speciaal de leden van de werkgroep Programma, Philomeen ten Brinke, Marlies Cuisinier, Mirjam Fransen en Peter van Dijk. En dank aan Omroep Land van Kuik, Biblioplus, Cultureel Hart van Kuik en de Schouwburg, die u graag weer ontmoet als gast in dit theater. Tot ziens.